Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u. Het is nog steeds vrijdag 14 augustus. En om 4 uur vanmiddag worden de DC's geïnstalleerd. Geïnstalleerd door onze president Chandrika Persat Santokhi. En we hebben een vraag aan de president. Want een van die DC's is een oud-gediende. We hebben het over niemand minder dan Poepeljantje, Mike Nerkus. Weet dat? Dikke man die altijd in het nis is geweest en te midden van al die dozen zijn ellende heeft uitgespreid. Het is de man die dozen probeerde te verplaatsen zonder dat mensen het zagen. Het is de man die angst heeft voor de mensen die de dozen bewaakten zodat ze niet verplaatst konden worden in verband met, u weet dat ding toch? Fraude werd het genoemd. Het is de man die te moe was om die procesverbalen te tekenen en naar huis ging en terugkwam wanneer hij wilde. Deze DC is een dictator. Het is een DC die vergunningen verstrekte aan allerlei mensen van zijn partij. Deze DC is... Wel, als we die paarden van Troje gaan tellen die deze regering binnenhaalt, dan heb ik een zwaar hoofd ervan. En daarom roepen wij al die mensen op om tegen deze DC te stemmen. Dat kan niet, maar laat je stem horen. Laat me het zien in de comments die jullie geven. Deze DC is gevaarlijk. President, namens die mensen die u gezet hebben en die u het mandaat gegeven hebben, vraag ik u nogmaals. Zie er van af. Nerkus is een Bobojantje, Poepeljantje. Hij wordt niet gedragen door de samenleving. Het volk dat u daar heeft gezet op die plek, vraag u om het niet te doen. Doe het niet. En er zijn nog heel veel dingen die we u willen vragen. Omdat we weten en we zien en we merken dat u bezig bent een soort dubbel ding te doen met NDP'ers die komen op allerlei belangrijke plaatsen. Alsof er geen andere deskundigen in het land zijn dan alleen de NDP. President, hierin ook. We hadden het toch over een nieuw beleid en u heeft toch vertrouwen van de samenleving gevraagd die u daar gezet heeft. De samenleving die u het mandaat gegeven heeft. Maar wij zien dat al die RVC's gevuld worden met ex-NDP'ers. Niet ex-NDP'ers, maar NDP'ers. Alsof er in de hele Surinaamse samenleving geen experts en deskundigen zijn. Nog een keer, ik heb het al 100 keer gezegd vandaag. Je kan de ziekte niet genezen met hetzelfde middel wat niet gewerkt heeft op hetzelfde systeem. Het gaat niet, het kan niet, het gaat niet werken. En u bent slim genoeg om dat te weten. Dus u moet een plan hebben waarom u dat doet. Waarom zet u Nerkus? Nee, is er geen ander, iemand anders die dat werk kan doen? Waarom bijvoorbeeld niet een vrouw als DC in Paramaribo? Een hele slimme. Met oog voor de democratie. En een breed spectrum van denken. Waarom? DC, uno wan you. En president, uno wana DC DC. Hij gaat je veel problemen bezorgen in de samenleving. En we zitten niet meer in de tijd dat mensen hun mond houden. En u gaat erop worden aangesproken omdat het is gezegd. Daarom praat ik. Lieve mensen, Paramaribo groet u en ik vraag u, als je nog niet hebt gesubscribed, doe het. En ik vraag u ook, geef je commentaren. Overlaat ons met commentaren op YouTube vandaag. U hebt nog 2 uren. En om 4 uur zou die DC beëdigd worden. Geïnstalleerd worden. Maar nogmaals, lieve mensen.
Una warning. Daar. President, alvast bedankt.